Welkom bij Manager TV van bij het Centrum voor Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder. Op vrijdag 8 juni werd hier de 30ste verjaardag gevierd van ESSEC. Voor ons de gelegenheid om aan bedrijfsleiderstichter Luc Lewet even te vragen om het bedrijf nog kort voor te stellen. ESSEC bestaat uit twee bedrijven. We hebben onze ESSEC Telecom Centers en we hebben onze ESSEC Telecom Systems. Center houdt zich bezig met de activiteit van een kleine winkelketen. Zijn de 13 winkels, vooral in Limburg, met de verdeling, distributie van gsm, gps en dergelijke dingen. Het tweede bedrijf, ESSEC Telecom Systems, wat eigenlijk onze origine was, houdt zich eigenlijk voornamelijk bezig met oplossingen in het bedrijfsleven, totale telecomoplossingen in het bedrijfsleven en zorgsector. En wat moeten we dan verwachten voor de nabije toekomst, voor de komende 5 jaar bijvoorbeeld? Goed, we zijn met heel wat projecten bezig. Als ik daar een paar mag uitlichten, dan ga ik vooral naar ESSEC Telecom Systems. En dat houdt vooral in dat wij in de zorgsector een eigen ontwikkeling bezig zijn. Als ik 700 meter van een OCMW-dispatching afwoon en ik kan met een ADSL-aansluiting en met, laat ons zeggen, een vernuftig toestel, wat toch eenvoudig is in gebruik, want dat is heel belangrijk, ik kan daar beroep doen op alle mogelijke faciliteiten, alle mogelijke diensten die gegeven worden en die worden gegeven buiten het zorgcentrum, dan sta ik even ver. Misschien ook weer, misschien heel zeker, een oplossing voor het probleem van tekort aan rusthuisbedden op dit ogenblik. Wat gaat de toekomst brengen aan de top van ESSEC? Eigenlijk staat het open, maar alleszins is het zo dat ik toch wel binnen dit en enkele jaren een stapje meer achteruit ga zetten. Mijn directieteam is nu al, zeker in het operationele deel, heel sterk aanwezig, heel sterk op de voorgrond getreden. En eigenlijk loopt dat heel goed bij ons. In zijn toespraak wees minister van Binnenlandse Zaken Patrick De Waal op de enorme maatschappelijke impact van telecommunicatie. Onder andere op mobiliteit en telewerken. Het is een evolutie, moet ik zeggen, een revolutie die nauwelijks kan bijgehouden worden. Dat is misschien een eerste bekommernis al. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ganse samenleving mee is? Hè? Voornamelijk de oudere generatie. Maar dat lijkt aardig te lukken als je ziet het gebruik bijvoorbeeld van een gsm. Dat voor oudere mensen nog een taboe was een aantal jaren geleden. Dat gaat nu spelenderwijze. Wij hebben in België ongeveer het dichtste kabelnetwerk ter wereld. Doen we daar genoeg mee? Hebben we genoeg kennisvoorsprong? Ik denk het wel. Ik denk dat we alleszins naar de infrastructuur toe, die kabelinfrastructuur, dat we die maximaal exploiteren. Maar nog eens opnieuw, we hebben slimme bedrijven nodig, bedrijven die daar de kansen gaan benutten. En wat dat betreft is ESSEC denk ik een mooi voorbeeld. Gouverneur Steve Stevaart tenslotte legde de verbinding tussen de telecom en de zorgsector en hij noemde ESSEC een inspiratie voor velen. ESSEC is een bedrijf met voorsprong en de provincie Limburg zou ook voorsprong moeten nemen. Limburg zou een beetje ESSEC moeten worden. Hip, tof, innovatief, vooruitziend, daadkrachtig. Laten we ons inspireren aan ESSEC en laten we ons inspireren aan zijn bedrijfsleider, Luc Lewet.